Hey, kijkers van mijn kanaal, ik ben Sam en leuk dat je kijkt naar deze nieuwe aflevering van Troll op Roboto. En kijk, ze die online is onze vrouw, onze lieve vrouwtje met wie wij samen een kind hebben. Onze lieve kind. Hey, schatje. Zo. Hoe is het? Wie is Rick? Rick heeft hij. Oh, die is al een tijdje niet online geweest. Maar hij kan nooit mijn zoon zijn, want hij is te lelijk. Beetje lullig, maar oké, het is gewoon zo. We gaan hier niet heen, want als mijn vrouw erachter komt dat ik vreemd ben gegaan, dan... Dat is ze wel eigenlijk achtergekomen in de vorige aflevering. Daar is ze achtergekomen. Daar was ik niet blij mee, dus... Maar ja, weet je, shit happens. En ja, we gaan gewoon lekker door. In het ziekenhuis, er is niet echt iemand. Er is alleen Jimmy Rodriguez en... Gangster Girl. Oh god, kan ik helpen? U heeft vergroting nodig zo te zien bij uw lul. Wat zegt zij? We gaan naar naartoe. Dit kind is gek. Maar die Jimmy wil ik wel een vriendenverzoek sturen. Oh, volgens mij is mijn schatje. Wat? Nee. Waarom? We hebben samen een dochter. Wow. Waarom? Fijn, wat fijn. Ja, Feyenoord supporter die Feyenoord fout hebben. Nou. Ik ga hier uit mijn vriendenlijst halen. Niet doen. Niet doen. Ik vind je nog zo leuk. Daar ga je. Nee, alsjeblieft. Doe het niet. Dit is zo erg, dames en heren. Voor het begin. Oké. Ze heeft me uit de vriendenlijst gedaan. Ze heeft me serieus uit de vriendenlijst gedaan. Oh mijn god. We hadden samen een kind. Ik weet echt niet wat ik moet doen. Ik weet nu echt niet meer wat ik moet doen, dames en heren. Dit is het meest shocking ding wat ik ooit heb meegemaakt. Oké. Ik weet het echt niet. Elise heeft het uitgemaakt. Misschien kunnen we dat opzoeken nog. En we moeten Elise zoeken. Dat is het enige wat we moeten haar zoeken. Door het hele hotel. Baby. Baby, is iemand met baby online? Baby. Elise, heet ze toch? Nee, niet. Kut, Elise. Hoe heet ze nou? Ah, ik heb nu ook een chat. Misschien zo hebben we nog een chat. Nee, we zijn er kwijt, dames en heren. Fuck mij. Shit, ze leek zo erg dop. Oh, nee. We gaan naar het zwembad op Love. We gaan gewoon een nieuwe vriendin zoeken, want dit is gewoon zo erg. Oh kijk, ik krijg gelijk een vriendenverzoek. Dankjewel Suzanne. Maar ik weet niet wie je bent. Ah, Suzanne, ik zie je niet zitten eigenlijk. Het spijt me. Jij, dat wordt hem niet. Het spijt me zo erg. Dat gaat ook wel niet worden, jij en ik. Jij bent gewoon niet knap genoeg voor mij. Oké, even kijken. Hij ziet er niet uit. Kevin Roosmalen. YouTuber, ask me voor mijn kanaal. Nou, leuk man dat je een YouTube kanaal hebt. Ik ook. Logisch. Even kijken hoor. Oh, die ziet er goed uit. Jordan meisje. Die short. Oh, die ziet er eigenlijk wel goed uit. Rosa. Hey. Rosa. Hoe is het? Kijk, ze reageert. Oh, kijk, ze gaat reageren. Goed. Droog. Is ze? Ze is een droge. Wil je verkering? Wil je verkering? Kijk of ze verkering wilt. Kijk of ze... Oh, volgens mij is ze verlegen. We gaan naar Damien toe. Ga naar Damien toe. Kijk wat Damien doet. En Damien heeft hopelijk geen ruzie met Billy. Met Jimmy. Hopelijk is hij geen ruzie aan de hand. Want dan moeten we het weer even fixen. Jimmy, wat is er aan de hand? Volg u mij. Damien! Wat is er aan de hand? Wat is er aan de hand? Wat is er aan de hand, Damien? Vertel het me. Naar jouw kamer. Nou, deze mensen kunnen wel goed typen. Ja, waar loop jij, Danielle? Danielle, goed getypt. Ja, niets. Damien, ja, niets.
niets. Oké. Je bent echt cool, Damien. Echt gewoon. Te cool. Te cool. Voor woorden. Waar is Jimmy? Oké, hij gaat wat zeggen. Ik ben heel benieuwd. Dank je. Geen probleem hoor, Damien. Je bent heel cool. Kijk wat Damien nu zegt. Hij ziet er echt niet uit gewoon, maar oké. Damien, schiet op. Die Damien kan echt niet typen. Schiet op, Damien. Ik hoop eigenlijk stiekem de hele tijd dat... die Elise gewoon weer een vriendenverzoek stuurt. Dat ik mis haar. Weet je wat? We gaan de volgende aflevering gaan we het gewoon weer sturen. Want ik heb hem natuurlijk opgenomen. Dus ik kan gewoon een Habbo ding nog zien. Maar waarom haalt ze me uit de vriendenlijst? Dat is toch gestoord? Kijk, wij viewen ze toch? Denk je, hier duurt een beetje lang. Nog 5 seconden. 5, 4, 3, 2, 1. En hij is gestopt met typen, natuurlijk. En Damien is gestopt met typen. Hij typt 10 minuten lang. Wat? Yo, Jimmy. Yo, Jimmy. Hoe is het? Ik ben je coole vriend. Wie is hij? Yo, Timmy. Wat is dit dan? Oh mijn god, is dat een vriend? Wat is er aan de hand? Oh, ze wil witte vlag. Oh, dit is vies. Ze kikt hem. Damien is ook even gekomen. Wat een vriendenboel hebben we, joh. Wie is Roxy? Wat een kuthond. Oh, hij heeft er vandaag pas gekregen. Diegene. Oh, die is vandaag begonnen met hobo, denk. Wat gezellig. Damien, kijk! Dat is mijn vriend. Damien. Zeg even hallo, dames en heren, tegen Damien. Woe! Ryan, wat is er aan de hand? Oh, en Damien is weg. Even kijken wat er aan de hand is. Ik kan wel op mijn mand zitten. Schat. Oh nee, ze gaat vreemd. Oh, willen jullie even weg? Ik ben je vriend. Yo. Wat gebeurt hier, dames en heren? In deze aflevering gaan er alleen maar relaties kapot. Wat? Alle relaties gaan naar de kloten. Timmy. Ja, ze gaat vreemd. Oké, maat. Maar je vriendin gaat vreemd. Oh, hij is echt een goede vriend van mij, jongen. Ik kreeg van... What the fuck? Ja, omdat je me niet wou doen. What the fuck doen? Oh, Lenk, what the fuck? Ik moest op, wat? Oh mijn god, deze kinderen zijn gek. Deze kinderen zijn gek in de kop. Is goed. Jongens, dit is Habbo. Wat willen jullie doen? Ja. Ciao. Maar als je vreemd gaat, hoef ik je ook niet meer hoor. Holy shit, ze is vreemd gegaan. Oh god, misschien moeten we dit oplossen. We kunnen dit oplossen. Oh god, hé. Hey. Oh snap, we gaan lekker naar de muziek kijken, dames en heren. Ciao, G. Ciao, ciao. Dus wie is het? Wat is hier aan de hand? Dit is echt... Oh nee, Damien is offline. Nee, we gaan even door onze vrienden dinges. Hoppakee, wie is Peterhoofd? Die ken ik niet. Hamburger dinges. Ja, kijk, ik heb alleen maar meisjes in mijn dinges. Hé, hey, dat is Damien. Hé, hey, Damien. Peterhoofd, ik ben lekker. Hé, hey, Peterhoofd. Kijk, ik heb alleen maar meisjes in mijn ding. Hekkertank. Wat een klunnamen. Oh, wacht. Ze hebben allemaal dingen getypt. Dus wie is het? Ik. Ik of hij? Als je niet weggaat. Waarom? Je hebt hier niets te zoeken. Oh mijn god, hè. Wat een fit die is hier, dames en heren. Deze, we zien gewoon zojuist een relatie kapot gaan. Wat een slet is zij. Echt waar. We wouden even iets bespreken met haar. Nee, je wou andere dingen doen met haar. Ik werk ook bij het ziekenhuis. Waarom heb je dan een leger pak aan?
Echt jongen, de kinderen van Habbo Hotel. Ik ga hier weg. Ik ga naar Danielle. Even, ik ga dit met Danielle bespreken. Kijken wat zij ervan vindt. Danielle, we moeten even snel naar Danielle toe. Ze is al met de vriendin aan het praten, denk ik. Maakt het maar niet uit. En wat ga je aan doen? Volg je me? Is hij nog steeds bezig met die volg je met die bingen? Je kan me even een vriendenverzoek sturen. Want dat kind is echt helemaal de weg kwijt. Jezus, man. Open! Danielle! Ik wil erin. Mag ik erin? Nou, Danielle reageert ook niet even. Oh, kijk, ze typt al. Nee, mag niet. Fuck jou, joh. Kut, Danielle. Ik ben je helemaal zat, joh. Oh, mijn vrienden, ik ben ze allemaal zat. Dames en heren, jullie gaan... Waar zijn allemaal meubels? Maar boeien, ik heb tenminste nog een hond. Dames en heren, Alessandro. Hey, Alessandro. Hey, dames en heren, jullie graag bedankt voor het kijken naar deze nieuwe aflevering van Troll op Habbo Hotel. Vond je hem nou leuk? Probeer dan alsjeblieft een blauw duimpje en klik op abonneren. Ik vond het weer heel leuk om te doen. Volgende keer gaan we denk ik... we gaan denk ik weer even werken in de PR. Een tijdje niet meer gedaan. We hebben nu wel genoeg vrienden gemaakt, denk ik. Om even een leuke aflevering er weer van te maken. Deze serie gaat voor altijd door, denk ik. De leukste om te doen, vind ik, op mijn kanaal. Maar dat is allemaal een beetje overbodig. Ik zie jullie gewoon de volgende keer weer. Doei!